Misschien zit u in januari en februari liever bij de kachel dan dat u de tuin ingaat. Begrijpelijk, maar als u in de zomer een mooie leiboom wilt, zult u toch echt even moeten snoeien. Van onderen naar boven gezien zijn de takken bij een leiboom dik, dunner, dunst. Een leiboom groeit bovenin sneller dan onderin. En daarom verwijderen we met een snoeischaar, takkenschaar of snoeizaag de bovenste takken vaker dan de onderste. Knip deze regelmatig af, zodat de onderste takken, de leggers, op dikte kunnen komen. Buig daarna een nieuwe twijg en bind deze met een Hendrik-Jan buisband aan de bamboe. Er zijn diverse varianten, zoals de klassieke horizontale vorm, de ronde kandelaarsvorm en de blokvorm. De blokvorm heeft wat meer volume en is ideaal voor het creëren van een afscheiding. Vergeet hierbij niet de leiboom minimaal 2 keer per jaar bij te snoeien met bijvoorbeeld een takkenschaar. Bepaal de hoogte waarop de basistakken groeien en knip deze regelmatig bij zodat ze zich meer gaan vertakken. Wilt u de leiboom platter houden? Knip dan de eenjarige twijgen jaarlijks af. Laat de onderste leggers zitten, hier groeien weer nieuwe twijgjes aan.